Ik ben 23 geworden. Ja! Yeah! Dat is inderdaad de leeftijd die ik behaald heb. Het is allemaal weer even een tijdje geleden dat ik 23 werd, maar met uploaden en zo en datums en series en shit, wat al, dat kwam er gewoon even niet goed uit. Neemt niet weg dat het altijd goed is om een flitsende verjaardagsvideo te maken. Zo'n video waarvan we allemaal denken, hey yo papi, the way that this guy is celebrating his birthday is amazing man. Dus dat gaan we vandaag doen, want deze verjaardag was er wel weer eentje. Kijk, laat me jullie even meenemen in mijn verhaal, in mijn leven. Dames en heren, welcome to the life of Calvin. Een dag werd ik wakker en besefte ik me dat elke dag de laatste dag van je leven kan zijn. Toen begon ik te genieten als een motherfucker. Wil je zien wat er verder gebeurt? Kijk dan volgende week weer naar Life of Calvin. Oké, laat me jullie even meenemen in mijn verhaal, want de leeftijd 23 is heel interessant. Kijk, ik ga je vertellen waarom. Als je zegt 23, ik ben 23 geworden, heb je een bepaalde groep mensen die ouder zijn dan 23, die zeggen, oh, jij bent echt nog een guppie. Jij bent echt een guppie, ja, 23 jaartjes. Maar aan de andere kant heb je dan ook zeg maar allemaal 16-jarigen. Ik voel me gewoon nog steeds een 16-jarige, maar goed. Mensen van 16 die zeggen, hey, fuck aan man, 23, opa man, fuck aan met jou broer. Ga jij, doe ze de groetjes in het bejaardenhuis, hè, met je klisma. Wat, klisma? Nee, dat is... Nee, dat heeft niks met ouderdom te maken. Met je pacemaker, dat woord zocht ik. Pacemaker, hè, met je pacemaker. Desalniettemin maakt me geen flikker uit. Ik ben nog steeds jong als de tering, want ik kan dit. Ey. Je hoort een 23-jarige zo flexibel een elleboog zien hebben? Nee, dat bedoel ik inderdaad. Kijk, ik ben een YouTuber. Ik heb best wel wat abonnees. En ik ben niet heel materialistisch. Dus ik weet nooit wat ik wil vragen voor mijn verjaardag. Maar, nu heb ik tegen mijn vrienden verteld. Vier jongens die jullie misschien kunnen kennen uit overal ja op zeggen. Gekke werk aflevering. 5 of 6 of 4, ik weet het niet precies meer. Maar het zijn Jart, Quinten, Peter en Paul. En die jongens, die zijn knettergek in hun hoofd. Die hebben mij echt de meest absurde dingen laten doen in die aflevering. En dat was hilarisch. En toen heb ik ook tegen ze gezegd, oké, gasten. Als jullie nou per se een verjaardagscadeau voor mij willen, zorg er dan voor dat je iets geeft waar ik om moet lachen. Dus iets wat ik gewoon echt leuk vind. Iets wat ik grappig vind. Kijk, als ze die jongens dat vertelt, dan draaien ze door. Dan worden ze helemaal loco. Dan gaan ze echt de meest absurde shit bedenken. En dat heb ik gevoeld dit jaar op mijn verjaardag. 19 mei 2019. Ik werd 23 en kreeg de meest absurde verjaardagscadeaus van mijn vrienden. En dat ging er een beetje zo aan toe. Je moet een cadeautje voor Calvin zoeken. Nou, ik heb dus eigenlijk altijd al liefde gehad voor dieren. Ik ben echt een dierenvriend. Calvin ook natuurlijk, zoals jullie weten. Hij heeft 2 katten. Dus het leek mij eigenlijk best wel een goed idee om een geit voor hem te kopen. Ik zit alleen wel te denken, met zo'n geit... Ja, die moet hij natuurlijk dan verzorgen. En een geit is echt een kuddedier, dus die kan niet zomaar... Nou, ik kan geen geit kopen en dan daar ja, terugbrengen misschien. Maar dan zal die boer ook niet blij mee zijn, denk ik. Ik ken nog wel iemand. Die heeft daar namelijk gewerkt in het Amsterdamse bos, geitenboerderij. Nou, daar zitten we dan in de auto. En wij gaan nu de stad in en proberen zo tof mogelijke, zo groot mogelijke... Leuke cadeaus voor Calvin te fixen. Unieke cadeaus! Ja, gewoon een finaal naaien van haha, lul, hier heb je dier met je verjaardag. Dat doen vrienden. Ja, dat is gewoon echt een vriendschap. Ik heb wel in de Haarlemmerstraat ook al een unieke winkel. Maar het is wel weer een dure fancy. Ja. Dan kun je kijken. Nou, dan zeg ik deal. hoe oud is het geitje? Ah, 2 maanden. Oké, top, dank je. Yes, ik heb een geit geregeld. Gratis, voor niks. Ja, ik had zelf een budget voor een cadeau voor Calvin. Dus nu heb ik dat nog over. Eigenlijk zou het wel leuk vinden als misschien rapper Shores een videoboodschap wilt inspreken voor Calvin. Oké, okay, we zijn er. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Laten we gewoon allemaal zulke shit gewoon halen. Ja, maar ik denk dat voor 100 euro dat we echt even één ding moeten hebben. Dus dit kan er misschien wel worden. Ja. 75 euro, ik heb deze dude. Ook vet, hè? Ja, man. Oké, ik denk dat we hem hebben gevonden. Als we deze hebben. Oeh, dat is... Het zou is echt te mooi. Het zou echt... Ja, het is echt gewoon geweldig. Hij is een fucking baas.
Ik wil deze hebben, man. Ja, man. Ik wil deze echt hebben. Ja, deze heeft ook schoenen aan. Hatsenflats. Gefeliciteerd! Ik ga nu even een lekker geitje ophalen. Yeah, let's go! Ik ben ook heel benieuwd welke geit we krijgen. Kijk even al die geitjes. Oh. Als het goed is, mogen wij dus een zwarte. Ah, oh, kijk nou. Hey. Ja. En toen was de dag aangebroken. Ik heb deze beelden die jullie net hebben gezien, had ik nog niet gezien op mijn verjaardag. Ik was jarig, mijn vrienden kwamen langs met cadeaus. Ik wist niet wat ik kon verwachten. En het was grappig, het was gezellig. Ja. Het is de dag voor mijn verjaardag. Nina is in de achtergrond lekker eten aan het maken, want straks komen mijn vrienden. Ze hebben allemaal een cadeau. Ik weet niet wat het is een verrassing. Maar Peter was hier net en die is net weer even naar beneden gegaan omdat Paul aangekomen is. En hij moest hem even helpen met iets, weet ik veel. Dus ik bereid me voor op het ergste. Ik denk wel dat het iets levens is, want ik wou ze eigenlijk rond een uurtje of 9 uitnodigen vanavond pas. Maar toen zei Paul, nee, dan kan mijn cadeau niet. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oh my god. Oh my god. Dit kan. Gefeliciteerd met je 23e verjaardag. Maar. Je gaat scheiden op het tapijt, hè, Paul? Ja. Heeft het een naam? Jij mag het een cadeau nu. Mag ik een naam geven? Ja, hij had geen naam. Rembrandt. Rembrandt. Rembrandt de geit. Oh shit, daar zitten ze pissen! Oh. Nee! Hé, hey, niet de touw opeten. Rembrandt, hij heeft ook al gescheten hier, joh. Is hij dat allemaal gedaan? Ja, joh. Rembrandt, we hebben vier smeerlap. Oh, maar dat moet niet kapot. Nee, Rembrandt. Nee, dit is niet. Nee, dit is hartstikke dure plan. Niet doen. Laat los! Oh, hij kakt ook nog even. Oh. Alleen, je moet er eigenlijk nog één komen. Maar neem de kant toch wel bij, gewoon. Kel, ik vermoord je echt, als je dit doet. Mogen er wel even bij zeggen dat hij niet hier blijft. Ja, dat het een leengeitje is. Het is een leengeitje. Ja, maar nu moet ik hem straks wel ik weer teruggeven. Ik ga hem terugbrengen. What the fuck, waarom? Ja, dat is toch een cadeau? Ja, sorry, alleen geiten die moeten dus met meerdere geitjes en in de weide. Dat kan hier niet. Je ziet al gewoon de treurnis in de ogen van Rembrandt. Ja. Het verlangen naar Matties. Oh, niet zeggen dat het een geit is. Ai! Zo, boy. Kom binnen. Hoe gaat ie? Goed. Kijk eens aan. Hallo. Hey, er is hier niks aan de... Een burgerlijke bende, hey. Ja. Nou, er is hier niks aan de hand. Ik hoor het. Ja, gast. Dit is te mooi. Is hij ook mak? Ja, super chill. Dit is fucking leuk. En aangezien wij gaan eten, mag jij hem eventjes een beetje, beetje in de gaten houden. Oh ja. Maar het is een fucking liefde. Is goed. Kijk, het is echt een liefde. Ah, nee, dat is niet de bedoeling. Oké, ze zijn naar binnen. Ik heb een cadeau in Kelvin's slaapkamer klaargezet. En mm-hmm. Het grappige is gewoon dat ons cadeau is gewoon eigenlijk gewoon... Oh my god. Maar ik denk dat hij had gewild dat hij ons cadeau ook wil terugbrengen. Staat hij of niet? Ik weet het niet. Nina, verder zo ook. Oh, kijk, 3, 2, 1. Tadaa! Hey, mij is dressed for the occasion. Dit kan. De vader van de Rembrandt. Ja, Rembrandt's vader, weet je wel. Jeetje, wat raar dit. Wat vind jij ervan? Ja, ik ga hier echt nog meer nachtmerries van krijgen, hoor. Nou, dan zetten we hem nu naast je bed. Mensen dachten dat ik wel een lijk aan het verplaatsen waren. Ja, joh. Waar je zo ingepakt zo'n ding. Over straat lopen, weet je. Ik heb hier iets. Dit is eigenlijk niet van mij. Maar van een andere grote vriend van je. Kelvin! Gefeliciteerd met je 23e verjaardag. Want dan komt het op neer. Doet erg zijn best. Beter dan de rest. Succes nog met alles en doe je best. Komt-ie. Beter dan de rest. Deze videoboodschap is namens iedereen. En natuurlijk rapper Shows. Yeah, let's go. Ja! Eindelijk! Eindelijk! Het is eindelijk gelukt! Ik heb eindelijk even shorts in mijn video! Ja! En voor de context, ik wil denk ik al 2 jaar met rapper shorts iets doen.
een video, maar hij zegt altijd nee. Hij wil niet niks met mij, hij haat mij ofzo. Ja, Jart kon er helaas niet bij zijn vandaag, maar hij heeft wel iets geregeld. En dat is snel Pol aan het installeren. Ja, zodat hij er toch bij is. Zodat hij er voor toch altijd. Bij is. Jart? Hé Jart! Wat leuk dat je... Ja, leuk dat je erbij bent, Jart. Oh mijn god. Hij moet ooit de zoon van mij. Oh, mooi is het? Digitale fotolijst. Nou, ik heb ook wat voor jullie. Nee. Ja, echt. Nee, ik heb niks voor jullie. Oh. Sorry. Oh. Ja. Op naar de 24. Yeah!